Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is al middag. En het is zaterdag, het is 31 maart. En hoe laat leven? Ik heb te lange mouwen, kan ik niet zien. Het is 13:43 en inderdaad 31 maart. Ja man, ik kom eraan, ik kan niet alles tegelijk. Nou, dan gaan we weer twee eruit. En eentje loopt altijd een kilometer om. Nou, één eruit. Wacht op de ander. Kom dan. Doe maar. Ja, gisteren was mijn vlag opgehangen. Maar, gisteravond, ik zou hem binnenhalen. Ik blij dat Chrissy erbij was. Want ik had het alleen nog niet kunnen redden. Nee. Het koord. Wat ik heb moeten kopen, is te kort. Ja, dus ze moesten bijklimmen op een krukkie erbij. Anders kon zij er ook niet bij. Ja, zij kan springen, ik niet. Ook niet gelukt. En toen met het krukkie erbij heeft ze het kunnen redden om het touw te pakken. En heb ik van binnen gewoon een normale touw gehaald. En een schaar natuurlijk. En dan hebben we dat er maar bij aan vastgebonden. Zodat ik nu in ieder geval er wel bij kan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar het zit nou aan die kick gedraaid. Het zal wel niet kunnen inzoomen. Maar ik ga met deze camera zo verrekt om niet weer uitzoomen. Dus wat ga ik straks doen? Want ik wil het wel netjes hebben. Ik ga straks... Ik ken de maat. Die staat hier op die doos. Ja, ik heb er een foto van genomen, ook van de hele doos. Ik ga straks naar Karlsbeek toe. Dat is een winkel, allemaal materialen voor vlaggen en scheepvaart, etc. Daar ga ik zo meteen naartoe. En dan weet die man wel wat ik hebben moet. En ik wil dan ook van die plastic nylon, weet ik. Ik heb gisteren, tenminste vannacht op YouTube even gekeken, dat ik al op bed was. Het moet makkelijker wezen. Iedere keer knopen, nou, dan kan ik haar niet met die artrose. En vooral als je in die kou staat, dan kan dat helemaal niet. Het moet makkelijker kunnen met een haakje of zo. Maar metaal of aluminium, dat gaat zo ontzettend herrie maken. En toen zag ik nog een vrouw die een nylon haakje nylon gemaakt. Ja, dat maakt niet zoveel herrie. Dus dan ga ik even proberen te regelen vanmiddag en ik neem jullie uiteraard even weer mee. Dat gaan we doen. Het is niet zulke mooi weer, maar het is wel zacht weer. Maar ik trek wel mijn handschoenen onderweg aan, dus ik zal weer stoppen. Ik neem mijn Pokémon mee. Dus ja, dat gaan we gewoon weer gezellig doen. Dat zien we natuurlijk. Ik ga eens allemaal lekker mijn koffie op drinken en daarna ga ik klaarmaken.
Ben je blij? Ja, he. Trouwens, thuis, hè? Ja. Maar ik heb wel wat voor jou meegenomen. Cookies. Ja, biscuitjes voor jou. Ja, ja. Ik heb voor mijn hondje weer, zoals normaal, cookies meegenomen. Ik ga mezelf weer een bounty voor bij de koffie, even zometeen lekker. En ik heb een koord voor de vlag gemast. Nou wel, op maat. Met twee van die dingetjes erbij. Hoef ik geen knopen meer te maken dan enkel die knoop die hij daarvoor heeft gedaan. Ja. Dus dat is eruit halen en daarna... Ja, komt goed. Maar ik heb ook nog een telefoonnummer gekregen. Ja, is ook zo. Ja, die haarlok stond er al. Naar boven halen. Ik heb een telefoonnummer gekregen. Ik zet jullie even neer. Ik heb een telefoonnummer gekregen van die beste mensen. Die ga ik straks eerst even bellen. Ja, want er werd mij verteld dat die me wel wil helpen. Nou ja, dat hoop ik dan. Lekker vastgeplakt. Zo, daar was die. Ja, dat die ga ik zo meteen bellen. Ik ga eerst een bakje koffie maken. En mijn hondje even een koekje geven. Want dat heeft hij niet meer. En ik beloof. Belofte maakt schuld. En daarna ga ik gelijk die beste persoon even bellen. Ja. Niet geschoten is altijd mis. Toch? Daar even op. Wie weet. Voor in de toekomst kan u misschien, als u wilt, vaker klusjes voor me doen. Ja. Even die weer in je hoesje. Koud is het aan de handen. Het is wel lekker weer, maar het is koud aan de handen. Dus lieve vrienden, ik ga dus eventjes een bakje koffie doen. En dan zien we wel weer wat ik bereiken kan met het telefoontje. En ik hoop alleen nog maar goed weer te horen. Zeg, straks maar weer. Doei doei!